straks de eerste prik zetten bij Aletta. Met Aletta kunnen we straks ook een hele stroom van verpleegkundigen of van collega's van dit hier te ontvangen. Want we beginnen met de verpleeghuizen, aansluitend de medewerkers van de gehandicaptenzorg en daarna de medewerkers van de thuiszorg. En ondertussen, als we dat op gang hebben gebracht, zullen we ook als GGD beginnen met alle mensen boven de 60 jaar die thuis wonen, die mobiel zijn. Te beginnen met de oudste en dan gaan we steeds verder naar de jongeren toe. En in de loop van het tweede kwartaal hopen we te kunnen starten met de vaccinatie van iedereen boven de 18 jaar in Nederland. Dus we staan echt op een historisch moment. Het is vandaag begonnen, het verhaal van vaccineren, maar dan voor de zorgmensen. En zojuist werd de eerste injectie geplaatst bij een zorgmedewerker uit ik meen de Hoekse Waard, onze regio. Tevreden dat het moment eindelijk aangebroken is? Ja, ik ben heel tevreden. En tegelijkertijd kunnen we nog echt niet op onze lauweren rusten. Het is natuurlijk het begin van de vaccinatieronde. We beginnen met de mensen in de verpleeghuiszorg. Die hebben de afgelopen maanden een immense krachtinspanning geleefd. En er zijn ook hele dramatische dingen hebben zich daarvoor afgespeeld en voorgedaan. Dus ik denk dat het ook goed is dat die mensen nu als eerste worden gevaccineerd samen met de mensen in de ziekenhuizen. Dat is vandaag begonnen. Dat is toch wel een heel markant moment waar we echt even bij stil mogen staan. Maar we zijn eigenlijk pas veilig tegen het virus als een heel groot deel van de samenleving gevaccineerd is. En zover zijn we helaas nog niet. Nou, ik zal bijna zeggen de Brexit voor hem. Baart had ik geen zorgen. Ik zou bijna zeggen een cadeautje van de Engelsen, een afscheidscadeautje. Dat baart zeker wel zorgen. Dat is een ernstige variant die niet zozeer gevaarlijker is, maar wel veel besmettelijker. 30-50% meer besmettelijker. En dat betekent dat als mensen dat krijgen en de maatregelen niet naleven, dat het virus zich veel sneller weer kan gaan verspreiden onder de bevolking. Dat kunnen we gewoon onze mensen in de zorg niet aandoen, even afgezien van het feit dat het extra slachtoffers gaat vragen. Dus daar moeten we gewoon ons voor aan die maatregelen blijven houden. Dat is toch de beste bescherming, zolang we nog niet beschermd zijn door het vaccin. Dit is niet alleen een gezondheidscrisis, dit is ook een sociaal-maatschappelijke crisis. Mensen die vereenzamen, mensen die andere mensen graag willen ontmoeten wat niet meer kan. Sportverenigingen die onder druk staan, winkeliers. Andere ondernemers, horecaondernemers die het zwaar hebben. Dus het is natuurlijk een breed maatschappelijk probleem. Waar eigenlijk maar één uitweg voor is. Een groot deel van de bevolking moet beschermd worden tegen het virus door middel van het vaccin. Ja, dan kunnen we onze vrijheden weer terugkrijgen en kan de samenleving ook weer, zeg het maar even simpel, worden aangezet. Ja, nu zit u ook in de veiligheidsregio's. Het ziet eruit dat het kabinet gaat aftreden. Verwacht u dat dat consequenties heeft? Dat heeft sowieso consequenties als een kabinet aftreedt, maar laat ik daar nou niet over gaan speculeren. Dat moeten ze in Den Haag met elkaar goed bespreken en uitzoeken. Ik verwacht in ieder geval dat er te allen tijde een kabinet is dat kordaat kan optreden tegen een crisis als deze. En ik ga er ook vanuit dat ze daar in Den Haag voor zorgen. Dag Aletta. Hallo. Je was vandaag de eerste hier in deze regio die het vaccin kreeg. Ja. Dat is toch een heel bijzondere situatie, want je bent werkzaam in een verzorgings- of verpleeghuis? Ja, klopt. Ja. Een verzorgings- en verpleeghuis in een putziekenhuis te hoeken. Ja. Want ja, hoe voelt het dan eigenlijk om vandaag zo de eerste te mogen zijn? Ja, bijzonder en speciaal. En ik ben er ook heel erg blij mee natuurlijk. Dat dat kan, dat we nu gevaccineerd kunnen worden. Ja. Want je hebt in de praktijk meegemaakt hoe het virus huis kan houden. Ja, zeker. Dat heb ik helaas meegemaakt. Ja. Ik heb ook meegemaakt dat bewoners besmet zijn geraakt. Ja. Dan komt toch de vraag van is het nog vol te houden, de omstandigheden waarmee jullie moeten werken? Het is nog vol te houden. Af en toe hebben we er best wel zware dagen bij natuurlijk. Maar ik vind het tot nu toe nog vol te houden. Ja. Goed.